In Baarlo is al decennia boomkwekerij Fleuren gevestigd. Een Nederlandse kwekerij die vruchtbomen levert aan professionele fruittelers. Corine Fleuren, partner van eigenaar Han Fleuren en schoonzus Mieke Ebus, vroegen zich een aantal jaren geleden af waarom de fruitbomen van Fleuren niet beschikbaar waren voor de particulier. Zo ontstond Meiden van Fleuren, die de mini-tree introduceerde. Kleine fruitbomen van uitmuntende kwaliteit voor iedereen, voornamelijk verkocht via internet. Na een succesvolle introductie is het nu tijd om de band met de klant te versterken en daarvoor vroeg Corine Fleuren hulp van het studentenpanel. Wij hebben aan de studenten gevraagd ons te helpen om ambassadeurs te kweken. We zijn een internetbedrijf en als internetbedrijf weet je hoe eenvoudig het is dat mensen wegsurfen van jouw website. En toch willen we het voor elkaar krijgen dat we ambassadeurs krijgen. Nou, de vraag aan hun heel concreet is geweest: hoe krijgen wij het voor elkaar, ondanks dat wij een internetbedrijf zijn, ambassadeurs te kweken voor ons bedrijf? De samenwerking met de studenten is heel goed bevallen. We hadden 3 studenten van 3 verschillende opleidingen. 1 van de Universiteit Maastricht, 1 van Den Bosch en eentje hier vanuit Venlo. En het was heel leuk om te zien hoe vooral zij ook heel veel van elkaar konden leren. Daarnaast kunnen studenten heel vrij denken. En er zijn heel veel creatieve en leuke oplossingen bedacht voor onze vraagstelling. We hebben echt heel veel plezier gehad en goed kunnen samenwerken. Wij zullen de innovatiecheck gaan inzetten voor het oprichten van een Duits bedrijf. Volgend jaar is de Floriade, daar staat de mini-tree volop gepland. En er zullen ook heel veel Duitse bezoekers komen. Wij willen graag de Duitsers volgend jaar ook de mogelijkheid geven om een boom via internet te kunnen kopen. Vandaar de oprichting van een Duits bedrijf.